De Palmentuin wordt dit jaar voor de tweede keer omgetoverd tot een Bromtifutamara Village. Dit driedaagse evenement is een initiatief van Tjeskies en heeft als doel iedereen die iets te maken heeft met de vorming van het kind bij elkaar te brengen. Volgens Odette Miranda, directeur van Tjeskies, is de organisatie enorm tevreden met het resultaat van de eerste editie van vorig jaar. Bromtifutamara is een evenement waar eigenlijk iedereen die iets met kinderen te maken heeft, of die kinderen iets te bieden heeft, of iets willen of kunnen leren, bij elkaar moeten komen. En dan praten we niet alleen maar over de leuke dingen, maar we praten ook over de serieuzere zaken. Want de Bromtifutamara Village is niet alleen maar voor kinderen, maar het is ook voor ouders. Er is namelijk een onderdeel van de Bromtifutamara Village en dat heet dus de Village Cafés, waarbij ouders in de gelegenheid zijn om presentaties bij te wonen van organisaties die over serieuzere zaken wil praten met ouders. Zo hebben we bijvoorbeeld een gesprek van de epilepsievereniging met ouders. We hebben een gesprek van de autismevereniging. Er is een organisatie die gaat praten met ouders over voeding, gezonde voeding voor kinderen. Wat hebben kinderen echt nodig in hun opgroeifase? En zo zijn er nog veel meer onderwerpen die ook echt voor ouders zijn. Miranda zegt verder dat de opzet en het doel van de Village hetzelfde is als vorig jaar. Het enige dat verandert is dat er meer organisaties meedoen. Tjeskies verwacht dat deze tweede editie groter wordt, vooral als er wordt gekeken naar de verschillende activiteiten waaraan de kinderen en de ouders kunnen meedoen tijdens de drie dagen, benadrukt Miranda. Maar er is inderdaad wel een perceptie dat het is alleen maar leuke dingen. Ja, leuke dingen, maar ook serieuze zaken kunnen worden besproken. Om voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld heeft het Bureau Familierechtelijke Zaken ook een stand in de Village. En hebben we vandaag bijvoorbeeld te horen gekregen dat het leger daar zal zijn en een kleine trainingssessie zal uitvoeren om te laten zien hoe zij trainen in de opleiding. Om eigenlijk ook jongeren te laten zien hoe dat gaat als je militair wordt. We hebben vandaag ook binnengekregen dat Optiek Nylon gratis oogmetingen gaat doen. Dus er zijn een heel spectrum van alles wat met kinderen te maken heeft in de Village. Odette Miranda, directeur van Tjeskies, over de tweede editie van de Bromtifutamara Village 2018. Het driedaagse evenement wordt van 24 tot en met 26 augustus gehouden in de Palmentuin.